Vooraleer je de LX910 aanlegt, de eerste keer dien je de verpakkingsmaterialen te verwijderen. Je opent de cover, je verwijdert de tape die rond de printkophouder hangt en haalt ook de karton uit het toestel. Vervolgens leggen we het toestel aan. Achteraan vinden we de hoofdschakelaar, dat is de zwarte knop. Om de printkop te plaatsen gaan we de printkop uit de verpakking halen. We verwijderen de blauwe tape of het oranje lipje en je trekt aan de sticker om de tape eraf te halen. Dan kan je nu de kop in de printkophouder stoppen. Je duwt op het lipje en dan gaan we de kop op die manier in het toestel stoppen. Vervolgens druk je terug op het lipje om de klep te sluiten. Het toestel is klaar wanneer de ventilator uitslaat. De etiketten worden achteraan opgelegd, op de zwarte rol. We leggen de etiketten erop, we duwen volledig tegen het metalen gedeelte en dan glijden we de glijder net tegen de rol aan en zetten we de metalen gids terug naar omhoog. Als we manueel aan de rol draaien, dan zien we nu ook dat de rol gaat meedraaien. Vervolgens gaan we het materiaal in de printer zelf stoppen. We nemen het materiaal vast. En in functie van de breedte van het materiaal gaan we de glijder aan de zijkant meer naar de zijkant zetten of meer naar het toestel zelf. Het nulpunt ligt terug bij het zwarte pijltje. Je duwt het materiaal erin en vervolgens de glijder tegen het etiket. Het toestel zal de etiketten vanzelf opnemen zodra de etiketten gedetecteerd worden. Om dit te doen, duw je de etiketten volledig in het toestel. Zodra het toestel lawaai maakt, dan weet je dat hij de etiketten gedetecteerd heeft en gaat hij ze automatisch opnemen. Onderaan de papierbaan zit ook nog een schuifmaat. Dit is een sensor die we kunnen gaan verzetten. Dit is een sensor die de etiketten gaat detecteren waar het begin zit van het etiket. De schuifmaat op de sensor gaat van 0 tot 63,5 mm. Het is belangrijk dat de sensor ergens op het etiket staat. Is jouw etiket 3 cm breed en de sensor die staat op 63 mm, dan zal hij uiteraard de etiketten niet gaan detecteren. Voor ronde etiketten moet je de sensor in het midden van de cirkel zetten. De afstand tussen twee etiketten is in het midden het kortst. Stel, dit etiket is 4 cm breed, dan zetten we de sensor van het toestel op 20 mm. Vooraan het toestel hebben we de pauzeknop, de loadknop en de unloadknop. Als we aan het printen zijn, kunnen we dus op tijdelijk pauzeren door op pauze te drukken. Het lampje op pauze zal dan ook branden. Om verder te printen kan je terug op pauze drukken. De loadfeedknop is de positie van de etiketten één positie naar voren schuiven. En de unloadknop ga je gebruiken om de etiketten te verwijderen uit het toestel als je een nieuwe rol wilt plaatsen. Tijdens het printen hou je de kap gesloten. Op die manier kan er geen omgevingslicht in het toestel kruipen.